zijn loonbedrijf Dame in Terreide al ongeveer 85 jaar. Zijn we gespecialiseerd in loonwerkzaamheden. Momenteel werken we met 7 man in de agrarische loonbedrijf. Als loonbedrijf zijn we voornamelijk werkzaam in de akkerbouwsector, zoals in de bieten, ziegerij, aardappelen, uien, graan en spinazie en wortelteelt. En alles wat daarbij komt kijken om de boer te ondersteunen met zijn gewassen. Daarnaast voeren we grondwerkzaamheden uit en verkoop van septic tanks. Dit jaar hebben we geïnvesteerd in de Q-vervaat bietenrooier en een grote overlaadwagen. Deze kunnen we ook inzetten om ziegerijknollen mee te gooien en te transporteren. Voorheen rooiden we met een 12-rijige bietenrooier. We zijn overgestapt omdat tegenwoordig steeds meer naar bodemdruk, bodemhout en precieze landbouw gekeken wordt. We willen als loonbedrijf voor onze klanten de beste kwaliteit leveren. De aanschaf is tevens een stuk innovatie voor nu en in de toekomst. We hebben gekozen voor een vervaat Q-serie, omdat het voor ons momenteel de beste rooier is. Vooral zijn we te spreken over de gelijkmatige gewichtsverdeling van de rooier. De verdeling is 50% op de vooras en 50% op de achteras. Onafhankelijk of de rooier vol of leeg is. Ieder wiel rijdt door een apart spoor. Dit zorgt voor een zeer egale bodemdruk. Daarbij hebben we gekozen om het drukwisselsysteem op te nemen om de bodem nog verder te ontzien. Op de rooier zit een CDR-ontbladeraar met de poetserras in plaats van koppers. Daardoor worden de bieten zo min mogelijk beschadigd. Op het voorruit kan in één keer voor de volgende gang gedraaid worden. Zodoende wordt er zo min mogelijk op het voorrend gemanoeuvreerd. Al met al is het een lichte, gewas- en bodemvriendelijke rooier met veel capaciteit om de klant te ondersteunen en helpen met de oogst. Hierdoor kunnen we de best mogelijke kwaliteit blijven garanderen. We hebben vertrouwen in Vervaat, omdat we overtuigd zijn dat het een familiebedrijf is met veel kennis, goede service en bevindt zich relatief dichtbij. Voor informatie kijk op loonbedrijfdame.nl of bel mij.